De Griekse minister van Financiën Varoufakis is opgestapt. Daarmee reageert hij naar eigen zeggen op de wens van sommige eurolanden. Die zouden hem niet langer aan de vergadertafel in Brussel willen zien. En na het Griekse nee van zondag wil Duitsland nog niet onderhandelen met Griekenland over een nieuw steunprogramma. Volgens de regering staat de deur open, maar is er nog niet voldaan aan de voorwaarden om te onderhandelen. Rogier van Bokstel is vanaf 1 augustus de nieuwe topman van de NS. Van Bokstel staat een jaar lang aan het roer. In die tijd wordt er gezocht naar een definitieve opvolger van de vertrokken Timo Hugues. Door acties van de douane op Schiphol liepen reizigers vanochtend vertraging op. De bagage van alle binnenkomende passagiers werd gecontroleerd. Dat zorgde voor lange rijen. De douane wil met de acties een nieuwe cao afdwingen. En de renovatie van het Binnenhof kost zeker een 500 miljoen euro. De herstelklus zou in 2020 kunnen beginnen en zou ruim 5 jaar in beslag nemen.